De titelrace met vier clubs nadert zijn ontknoping. Zondag verdedigt Ajax zijn koppositie in de uitwedstrijd tegen PSV. Op de training van vandaag was één ding niet te tellen. Het aantal lachende gezichten. De sfeer was opperbest. Ook bij het publiek dat op de open training was afgekomen. De fans vroegen zich vooral één ding af. Welke doelman zit er zondag op de bank? Peter Leeuwburg of Giel Kramer? Wie is zondag de tweede doelman achter Jasper Cillessen? Op basis van de training zou het antwoord kunnen zijn Giel Kramer. Hij stond zijn mannetje bij het afronden. Maar alles hangt er vanaf hoe Frank de Boer zondag zijn poppetjes neer zal zetten. Eén speler weet al genoeg, Victor Fischer. Op de training probeerde hij zijn recente kunstwerk tegen NEC te kopiëren. Maar met zijn klas en voorkennis stond doelman Cillessen op de goede plek. Dan maar een ander kunstwerk zal Cillessen gedacht hebben. Zowel de doelman als de cameraman werden verrast. De trucendoos van Fischer ging nog verder open. En dat allemaal onder de ogen van deze bezoekers uit Londen. Zij zagen ook de pure klasse van de jonge Deen. Net als die van Ryan Babel, die in alle opzichten klaar is voor de topper van zondag tegen PSV. Zowel technisch als fysiek. Voor Cuenca, die de hele training mee kon doen, komt de wedstrijd nog te vroeg. Het publiek kon naast de trucs van Fischer nog genieten van deze actie en paas van Kolbein Siktesson op Siem de Jong. Tot slot was er nog een positiespel, waarbij zowel geel als oranje de bal zo vaak mogelijk door de pionnen moesten schieten. En zoals ook het geval was in de laatste weken, was de winnende partij die van Victor Fischer en Daley Blind. Als het aan hen ligt, zondag weer.